Peter Gielis, eigenaar van de Oostappen Groep, bevindt zich momenteel in vergevorderde gesprekken met een potentiële overnamepartij die interesse heeft getoond in de acquisitie van alle elf parken van de groep. Volgens betrouwbare bronnen, geciteerd door Omroep Brabant, is een akkoord bijna bereikt. Dit komt op een cruciaal moment voor Gielis, wiens bedrijf al geruime tijd worstelt met financiële moeilijkheden, vooral na de gedwongen sluiting van Park Prinsenmeer in Ommel. De sluiting van Prinsemeer vond plaats nadat een door de gemeente uitgevoerd bieboponderzoek aantoonde dat er aanzienlijke risico's waren op het gebruik van het park voor criminele activiteiten. Deze onderzoeken worden uitgevoerd als onderdeel van de aanvraagprocedure voor een exploitatievergunning, die recentelijk verplicht werd in Aste. Gielies diende een aanvraag in, maar deze werd afgewezen vanwege het te hoge risico. In Valkenswaard, waar een vergelijkbare vergunning vereist is, heeft Gielies nog geen aanvraag ingediend, Waardoor het park Brugse Heide nog niet geopend mag worden. Vergelijkbare situaties doen zich voor in Zeeland en Limburg. Een mogelijke oplossing voor deze problemen zou de overname van alle parken door een externe partij kunnen zijn, waardoor de gemeenten geen rol meer spelen in het beheer. De gesprekken met de potentiële overnamepartij, waarvan de identiteit nog niet bekend is, bevinden zich in de laatste fase. Hoewel Europarks aanvankelijk als een mogelijke kandidaat werd beschouwd, lijkt de Franse camperus Kapfen nu de favoriet te zijn. Kapfen, met 217 parken in heel Europa, waarvan 21 in Nederland, deelt de vergelijkbare formule met O-stappen door betaalbare vakanties in eenvoudige caravans en chalets aan te bieden. Het is echter de vraag of een overname door Kapfen de beste optie is voor alle betrokken partijen. In het verleden had het bedrijf bijvoorbeeld problemen met seizoensgasten in Ulikoten, gemeente Baarle Nassau, omdat Kapfen zich voornamelijk richt op kort verblijf. Zowel Kapfen als Oostappen hebben tot nu toe geweigerd commentaar te geven op vragen van Omroep Brabant. De verwachting is echter dat de komende weken cruciaal zullen zijn in de ontwikkelingen rondom deze potentiële overname en de toekomst van de Oostappengroep.